Vanaf de jaren 90 werd je ermee plat gegooid. Het gevaar van het gat in de ozonlaag. Maar tegenwoordig gooi je daar eigenlijk niks meer over. Dat is ook Ben Jansma opgevallen en hij stelde Weerplaza daarom de vraag: is het gat in de ozonlaag inmiddels hersteld? Meteoroloog Leon Saris legt het je uit. Het klopt dat we steeds minder horen over dat gat in die ozonlaag. En dat heeft er namelijk mee te maken dat we in 1989 in het Montreal-protocol hebben afgesproken geen CFK's meer te gebruiken. Deze CFK's, of stoffen met chloor, fluor en koolwaterstof, die zaten vroeger in koelkasten en werden als drijfgas gebruikt in spuitbussen. Tegenwoordig zijn deze eruit gehaald omdat ze erg schadelijk waren voor de ozonlaag. Hoog in de lucht, in de stratosfeer, zit deze ozonlaag. Deze houdt schadelijke UV-straling van de zon tegen en zonder deze ozonlaag zouden wij nog sneller verbranden en uiteindelijk een grotere kans hebben op huidkanker. Maar hoe zit het dan met het ozongat? Nou, om dat te begrijpen moeten we kijken naar de ozonlaag bij de Zuidpool. De lucht bij de Zuidpool mengt maar weinig met de lucht eromheen. Er is door de CFK's dan ook een tekort aan ozon ontstaan. Na de afspraken gemaakt in Montreal kwam er een verbod op het gebruik van deze CFK's. De koelkast die je sindsdien gekocht hebt, bevat dus ook geen CFK's meer. En langzaam maar zeker zie je dat de ozonlaag zich weet te herstellen en er steeds meer UV-straling wordt tegengehouden. Helemaal opgelost is het probleem dus nog niet, want de ozonlaag boven de Zuidpool is nog steeds erg dun. En als je iemand uit Nieuw-Zeeland tegenkomt, dan zal die ook zeggen dat de zonkracht daar nog steeds erg hoog is. Nog meer dan in Nederland is het daar dus belangrijk om zonnebrand te smeren. We zijn dus op de goede weg. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl en wie weet wordt die beantwoord in de volgende video.